Wat ik u kan vertellen is dat wij al gestort hebben in het zogenaamde COVAX Fonds. En dat is een fonds waarin landen die vaccin vooraf willen bestellen worden uitgenodigd om te storten. En wij hebben daarin al geld gestort voor het vaccineren van 20% van onze bevolking. Dat zal niet genoeg zijn, dus we zijn bezig aanvullende fondsen te zoeken bij donoren en financierders om nog meer vaccins te bestellen. Maar voor 20% van de bevolking hebben we al besteld voor vaccins die eventueel beschikbaar komen. Dus natuurlijk in de toekomst kijken. 2 maanden geleden was nog geen enkel vaccin ready. Maar in de afgelopen 2 weken hebben we gezien dat 2 vaccins, eigenlijk zegt de producent het werkt. Maar dat is een proces hoor. Als de fabrikant zegt het werkt, betekent nog niet dat het echt zo is. Het moet nog gecontroleerd worden. Dus wat het storten betreft van een bedrag, voor het veiligstellen van de aankoop van vaccin dat ready komt, is de regering al een tijdje bezig, het ministerie van Volksgezondheid. En kan ik u zeggen dat we voor nu al voor 20% van de bevolking geld hebben in een fonds om het vaccin te kopen, zodra er een veilig vaccin beschikbaar komt. Het is niet nodig om de hele bevolking te vaccineren. De WHO beveelt aan en ook andere internationale organisaties. Je moet je kwetsbare groepen vaccineren. En die kwetsbare groepen, dat zijn de gezondheidswerkers die met patiënten moeten dealen natuurlijk, moeten verzorgen en verplegen. Ten tweede de ouderen, men praat over de 65-plussers. En ten derde degenen die jonger zijn dan 65 en toch risicofactoren hebben. En wat zijn die risicofactoren? Hypertensie, hoge bloeddruk, suikerziekte, ernstig overgewicht, astma enzovoort. Het vaccin zal voor iedereen die in aanmerking moet komen in het hele land gratis toegankelijk moeten zijn. Wat wij nu aan het voorbereiden zijn, is een grote vaccinatiecampagne. Van oost naar west en van noord naar zuid. Voor iedereen die daarvoor in aanmerking moet komen. Pas als er een vaccin beschikbaar is. En nu hebben we 2 kandidaatvaccins die nog niet, laten we zeggen, zelf goedgekeurd zijn door de autoriteiten. Ja? En het vaccin moet ook betaalbaar zijn. Er zijn 50 vaccinkandidaten. Dit zijn de eerste 2. Er zijn ook nog 2 andere in Europa die een goede kans maken. Dan heb je ook nog in China een vrij goede kans maakt. Dus ik denk dat we tegen het eerste kwartaal, zo februari, maart, wel weten welke vaccins veilig en betaalbaar en goed zijn. Die afspraken zijn eigenlijk op het hoogste niveau gemaakt, dat mocht Nederland een vaccin voor hun bevolking kopen wat veilig is en wat werkt, dat ze Suriname ook zullen helpen. Ja? Niet alleen technisch, maar ook, daar kunnen wij misschien ook voor een deel inkomen in die vaccinvoorraad van Nederland, waarbij ze ons ook nog technisch zullen helpen om het vaccin zo goed als mogelijk te distribueren en toe te dienen aan de bevolking. Die toezegging is gedaan, ja. Nou, er zijn verschillende soorten vaccins ontwikkeld. Er zijn vaccins die bestaan uit geïnactiveerd virus. Dus daarbij hebben ze dat virus gewoon doodgemaakt, maar het is nog intact. En dat wordt dan aan mensen gegeven, dat noemt men een inactivated vaccine. Dat is 1 manier. Er zijn ook vaccins die bestaan uit bepaalde onderdelen van het virus, die bevatten bepaalde antigenen. En die antigenen daar maken, als je dat bij iemand inspuit, dan maakt je lichaam daar antistoffen tegen. En die antistoffen en ook je cellulaire immuniteit, dat is een beetje een ingewikkeld begrip, maar goed. Je lichaam maakt daar een afweer tegen. En de derde groep is dat men niet zozeer het virus, maar een beetje de genetische code van het virus inspuit, waardoor je zelf
het lichaam zelf maakt dan bepaalde stoffen die normaal door het virus gemaakt worden. En het lichaam maakt dan ook weer dan antistoffen daartegen. Er zijn op zijn minst 3 varianten van virus in onderzoek. En u hoorde net al dat er meer dan 50 varianten van het vaccin worden uitgeprobeerd. En in meerdere heeft men enig succes. De meest succesvolle, dat zijn die horen in de laatste categorie, waar men dus het genetisch materiaal van het virus inspuit, waardoor je lichaam zelf antistoffen maakt. Meestal beschouwt men dat als de meest veilige vaccins. De medische overwegingen om mensen te vaccineren, het is medisch en epidemiologisch en gezondheidszorgstrategisch. Wat je wil is dat als er een uitbraak komt van het virus, dat de mensen die voor de geïnfecteerden moeten zorgen, dat die kunnen blijven werken en dat die veilig kunnen blijven werken. En daarom is de neiging om gezondheidswerkers tot een prioriteitsgroep te verklaren, maar dan worden ze niet ziek, ze kunnen doorgaan met hun werk. Want een outbreak onder gezondheidswerkers leidt ertoe dat er geen zorg meer gegeven kan worden, of geen adequate zorg. Dus dat is één groep. Vervolgens kijk je naar welke groepen hebben het meeste te lijden. En als we kijken naar de gegevens internationaal, maar ook de gegevens in Suriname, van welke mensen hebben de grootste kans om ernstig ziek te worden dan wel te overlijden, dan zijn er bepaalde risicogroepen. En dan ga je natuurlijk eerst die risicogroepen vaccineren, want als anderen het krijgen, dan, oké, die herstellen meestal wel. Dus dan heb je vooral de grootste schade voorkomen. En die risicogroepen die zijn genoemd, dat zijn dus de oudere mensen, dat zijn de mensen met allerlei comorbiditeiten, dus aanvullende ziekten, die ga je met prioriteit vaccineren. Je kunt vervolgens denken aan, moeten we leerkrachten ook tot een prioriteitsgroep verklaren, omdat je wil dat de school door kan gaan en dat bij een outbreak een leerkracht gewoon ook met geïnfecteerde leerlingen, geïnfecteerde collega's, gewoon kan doorwerken. Dus, en zo kun je gaandeweg steeds groepen identificeren waarvan je zegt van nou, deze groepen zijn of essentieel voor het functioneren van onze samenleving, of deze groepen hebben een groot risico om een gecompliceerde outcome te hebben van de infectie. Dus op die manier wordt er geselecteerd. Er kunnen altijd bijwerkingen zijn. En kijk, wat men altijd al doet, is in de studies die nu gedaan zijn, daar zijn vele duizenden mensen in geïncludeerd. Die mensen worden heel nadrukkelijk gecontroleerd op het optreden van bijwerkingen. Maar als je duizenden mensen vaccineert en je hebt een bijwerking die maar bij 0,01% optreedt, dan treedt het misschien bij die 1000 mensen niet op. Dus je moet ook, nadat je het doet met een soort van post-marketing surveillance, ook nadat je dat vaccin hebt geïmplementeerd, moet je doorgaan om te monitoren of er misschien bepaalde bijwerkingen optreden. In het algemeen we hebben al zoveel vaccins gebruikt in de wereld, dat we redelijk weten hoe veilig vaccins zijn. Dus we zijn niet zo bang voor de bijwerkingen, maar je moet ze wel heel goed blijven monitoren, zodat als er iets is, dat je dat op tijd identificeert en dat je ook ziet welke mensen hebben een grote kans op die bijwerkingen en daar kan je dan aanpassingen voor doen. Dus de bijwerkingen die zal je kunnen monitoren, maar wat men dus met die duizenden mensen die men gevaccineerd heeft en waarbij men dus geen bijwerkingen heeft gezien, althans geen ernstige bijwerkingen heeft gezien, dan weet je al dat als je zo'n vaccin toepast, dat er niet tientallen mensen zullen ziek worden of doodvallen. Dat weet je al. Maar je wil niet dat er tientallen doodgaan, maar je wil zelfs niet dat er enkele doodgaan. Dus je blijft het monitoren om te zien welke eventuele bijwerkingen er eventueel optreden. Er is veel te doen over sneltesten en het is belangrijk om aan te geven
wat voor soorten sneltesten we hebben. Kijk, we hebben de standaard test die we doen, dat is een PCR. Dat is een test die wordt gedaan met een swab, een keel-neus-swab. En dat wordt naar het laboratorium gestuurd, wordt op twee plaatsen, in het Academisch Ziekenhuis en op het Centraal Lab gedaan. En het resultaat daarvan is, duurt nou, minstens 4 tot 6 uren voordat je dat hebt. En daar reken ik ook de tijd die nodig is om het naar het laboratorium te brengen, om het administratief te verwerken, dat kost allemaal tijd. Dus 4 tot 6 uren daarna kan je de uitslag hebben. Je hebt een test, en dat is een test die is gebaseerd op het DNA, dus het genetisch, of het RNA in dit geval, van het virus. En dat is een hele nauwkeurige test, een hele betrouwbare test. Dan heb je ook die test in een soort van snelle vorm. En die duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Nadeel van is dat die test is een hele individuele test. Die eerste test, daar kan je 100 of 100 mensen tegelijk de test inzetten. Bij deze test, die tweede test, kan je maar maximaal 4 mensen tegelijk inzetten. Dus voor het individu is het snel, maar voor de hele populatie, als je 200 mensen moet testen, dan kan je beter die andere test hebben, want dan heb je na 6 uren heb je 200 resultaten. Dus dat noemen we de gene expert. En wat recent in Suriname geïntroduceerd is, dat is een antigeentest. Dat is een test die het eiwit van het virus aantoont. Die test doe je ook met gewoon een swab, een keel-neus-swab. En dat doe je in een klein apparaatje en dat kun je binnen 20 minuten aflezen. Dat is een test die redelijk betrouwbaar is. Laten we zeggen, als mensen ziek zijn en ze hebben het virus, dan is die test meestal positief. Maar die test is niet zo geschikt voor mensen die geen verschijnselen hebben. Het blijkt, want mensen die geen verschijnselen hebben, hebben vaak ook een hele lage virale load in hun neus-keel. Die test mist die mensen dan wel. Dus als je van iemand per se wil weten, ben je geïnfecteerd of niet, dan is die test niet zo betrouwbaar. Maar als er iemand ernstig ziek is en je wil weten van, moet ik je naar de IC sturen voor de COVID-IC sturen of moet ik je naar een andere IC sturen, dan is die test heel, heel nuttig. En dan heb je tenslotte nog de serologische sneltest, die zijn ook overal in zwang. Dat is een test die nagaat of je antistoffen in je bloed hebt tegen het virus. Maar dat is meer een test die je vertelt of je de ziekte hebt doorgemaakt. Het is niet een test die je vertelt of je op dat moment ziek bent. En die test gebruiken we alleen om te kijken van, kijk, er zijn een heleboel mensen in Suriname die COVID hebben doorgemaakt, maar die er niet ziek van geworden zijn. Dus eigenlijk weten we niet hoeveel Surinamers op dit moment COVID hebben doorgemaakt. Als wij een onderzoek doen, een serologische test, dan weten we, stel je voor dat 25% van de Surinamers COVID heeft doorgemaakt, dan weet je, we zijn een heel end. En dan zou je bij wijze van spreken ook moeten zeggen van, hey, als we straks gaan vaccineren, moeten we bij mensen een sneltest doen, want je weet niet of je iemand die al antistoffen heeft nog hoeft te vaccineren. Kan je het vaccin voor andere gebruiken. Dus er zijn allerlei nuances, allerlei redenen waarom die verschillende testen kunnen worden ingezet. Die antigeentest waar ik het over had, dat is een test die, het is een point-of-care test. Je kan hem overal gebruiken. Dus op plekken waar je dus geen laboratorium hebt, zoals in Paramaribo. Buiten Paramaribo is die PCR-test niet te doen, omdat je er heel geavanceerde apparatuur voor nodig hebt. In Ikeri kunnen ze de Gene Expert wel doen. Dat is bijna een point-of-care test. Maar het vraagt toch wel apparatuur die op een laboratorium moet staan. Maar als je denkt van, ik wil naar Kwamala Samutu of ik wil naar Pokigrong daar gaan testen, dan zou je die antigeentest kunnen gebruiken. Maar dan moet je wel realiseren, het is alleen maar geschikt om als iemand ziek is en die test is positief, dan zeg je, ah, deze persoon heeft zeker COVID, ik kan hem isoleren. Maar het is niet geschikt omdat iemand zegt van, hey, heb ik COVID, gaan we die test doen, het is negatief, niet geschikt. Het is ook niet geschikt om reizigers te testen, zo van, ik heb een bewijs nodig dat ik geen COVID heb. Daar is die test niet voor geschikt. Het wordt ook door geen enkel land geaccepteerd als de test van
bewijst dat je geen COVID hebt. Dus elke test heeft gewoon zijn indicatiegebied. En het is heel belangrijk dat we daar duidelijk over zijn. En dat daar niet allerlei verwarring over is in de maatschappij. Ja, kijk, wat is voldoende? Eigenlijk wil je zoveel mogelijk testen. We zijn ook heel laagdrempelig in het testen. Maar het testen gebeurt of aan de hand van symptomen, of aan de hand van de mensen die komen. We kunnen mensen niet dwingen om te testen. Vandaar dat er perioden zijn dat we 150, 200, 300 testen op een dag doen. Maar in het weekend hadden we geloof ik op een gegeven moment op een dag maar 36 testen. Toch denk ik dat wij voldoende testen. Omdat, kijk, de reden waarom je veel wil testen is omdat men zegt van, dan krijg je een goede indruk van hoeveel mensen in de samenleving ziek zijn. Want een heleboel mensen worden niet ziek of niet ernstig ziek van COVID. Als je te weinig test, dan zal je zien dat je het percentage positieven in het aantal dat je test is vrij hoog. Dat is dan 20, 30, 40. We hebben soms zelfs gehad dat het 50% was. Dat was in de periode augustus, denk ik, ergens. Nu zien wij dat we hadden laatst 0 positieven. En dat was op een dag dat we 36 of 40 testen hadden gehad. Dus als je dat mag extrapoleren, is het 3%. En dat is goed. De WHO zegt dat als je minder dan 5% van jouw testen positief zijn, dan test je waarschijnlijk voldoende om een beeld te krijgen van de epidemie. En dan tenslotte, als je te weinig test, dan zal je niet alleen een hoog percentage positieve testresultaten hebben, maar dan zal je ook zien dat er een heleboel mensen in de samenleving plotseling met ernstige COVID naar voren komen. Dan weet je dat je te weinig test. Gelukkig hebben we dat nu niet. Toch, ik wil van de gelegenheid gebruik maken, we moeten ons niet rijk rekenen. We moeten beseffen dat we vanwege de maatregelen die wij hebben op dit moment, en die we hopen te handhaven, dat het daarom zo goed gaat. Maar je hoeft maar even je aandacht te verslappen. En we hebben de toestand zoals het nu in West-Europa is. En geloof me, dat is echt afschuwelijk. Het is heel erg. En ik hou me hart vast persoonlijk voor wat er in de komende maand, december, gaat gebeuren. Als wij niet een beperking doorvoeren in het naar Suriname komen van allerlei mensen uit gebieden met een hele hoge incidentie van COVID op dit moment. Dat moeten we echt niet willen. We moeten gewoon dit jaar een hele stille strevidentie, kerst en Oruyari vieren. We moeten het gewoon, die van 2020, laten we het liever voorbij laten gaan. Want anders zitten we in januari met iets wat we niet gaan kunnen containen. Dat is vreselijk belangrijk. Ik hoop dat de mensen beseffen dat het gaat goed. Maar er hoeft maar dit te gebeuren en het gaat volkomen mis.